Hi Roland. Atje. Ja. Welkom. Ja. Graag gedaan. Jij ook. Graag gedaan. Ja. Welkom te Bunnekzijd. Dankjewel. Oké. Okay. Nou, het is de eerste keer dat jij bij mij op bent op pad met dat. Het is mooi hè. Ik ben bij jou geweest in het ziekenhuis. En nu kom je even terug om bij mij te kijken hoe het is. Zo is dat. En mijn vraag is eigenlijk van, hoe lang ben jij nou eigenlijk supporter hier van FC Utrecht? Hoe lang ik supporter ben? Mijn eerste wedstrijd was in 1985. En het was gelijk een hele mooie. Dat was de halve finale van de beker tegen PSV uit. En die wonnen we. Naar strafschotten. Door. Weet je het nog wie de keeper was? De keeper bij Utrecht bedoel je? Bij Utrecht. Nou, volgens mij was dat Jan-Willem van Eden. Dat klopt. En bij PSV stond? Hans van Breukelen. Ja, dat was echt een hele mooie wedstrijd dat. Maar jij bent dus dan supporter toen? Ja. Oké, okay. Maar nou ben jij op een gegeven moment ben jij hier ingekomen bij de catering, hè, waar ze op dit naar binnen gaan. Wanneer is dat gebeurd? 7 jaar geleden nu. 7 jaar geleden? Ja, dat was bij mijn zondeboer. Ik werkte daarvoor bij de jaarbeurs in de catering. Ik moest er op een gegeven moment weg na 6 jaar, omdat 3 keer een jaar via het uitzendbureau, 3 keer een jaar via de jaarbeurs. En dan moeten ze hier vaste dienst nemen. En dat deden ze niet. Ik ben daar weggegaan en toen kreeg ik dit aangeboden. Ja, en wat wil je nou nog meer dan werken bij je clubje? Nou, ik zou zeggen, laat je mama even zien. Loop maar mee. Oké. Nou. Zo, Roland, dan zijn we hier binnen. Nou, Roland, ik zie heel veel van die mooie dingen hier hangen, hè, achter de bar boven. Mooi, hè? Ja, zeker. Ja. Wil je weten hoe ik eraan gekomen ben? Ja, zeker. Ik heb begin van het seizoen heb ik... Ja, ik vond het kaal hier. He? Dat, voor mijn gevoel waren het net ziekenhuis, hockey's, kamers. En toen heb ik op Facebook een berichtje geplaatst. Naar allemaal FC Utrecht supporters toe die hier op de Bunnekzijde zitten. Met de vraag van jongens, hebben jullie nog oude shirts liggen op zolder? Oude vlaggen, oude sjaals. Ik zou ze heel graag willen hebben om in mijn puntje op te hangen. Nou, ik dacht, krijg ik never nooit een reactie op. Maar kijk maar om je heen. Het was niet aan te slepen, Ad. Niet alleen dit punt, het punt hiernaast hangt net zo vol. Ik vind het echt fantastisch, want dit is van de supporters zelf. En alles wat er hangt, iedereen die zijn shirtje heeft ingeleverd, die komt hier naar de wedstrijd en die ziet zijn shirtje hangen. Vindt dat ook prachtig. De rest van de supporters vinden dat prachtig. En voor mij is dat het Utrechtgevoel. Ja. En Roland? Jaatje. Wanneer begin jij aan die voorbereiding? Hier bedoel je? Ja. Altijd een dag van tevoren. Altijd een dag van tevoren? Ja. Een dag voor een wedstrijd ben ik hier altijd om alles op te bouwen. Alles te controleren. Kijken of alles het doet. En dat vind ik gewoon heel belangrijk. Want we zijn met 18 wedstrijden per jaar. 17, 18 wedstrijden per jaar. Zijn we open. We zijn met 3-4 uur per wedstrijd open. En dan kun je eigenlijk niet krijgen dat er iets kapot is. Nou, Roland, jij controleert alles, hè? Ik controleer alles hier, ja. Ook de toiletten? Zeker de toiletten, Ad. Want ik denk een wedstrijd of 3-4 geleden waren we klaar met de wedstrijd. En een half uur na de wedstrijd, ik ga geen namen noemen, ik kijk ook niemand aan. Maar een half uur na de wedstrijd kwam er nog iemand van de wc afkruipen. Weet jij er meer van? Nou, ik kan me wel iets voorstellen dat ik vroeger wel eens op zo'n toilet zat. Yeah. En dat ik toen bij de business... Dat expres deed, dat ik bij de business seat dan naar binnen kon. Maar op een gegeven moment zijn allemaal beveiligers nou zodanig geïnstrueerd, dus dat ik er niet meer binnen kan komen. Niet meer binnen kan komen, maar hier zit je nog steeds, of niet? Ja. Hoi Marieke. Hoi Ad, hoi. Hi. Ik heb een vraag voor jou. Ja. Jij bent sinds vorig jaar, dit seizoen, ben je hier gekomen? Ja, dat klopt. Ja. Hiervoor zat je bij Nijmegen, NEC Nijmegen. Ja, bij NEC. Ja, klopt. Heb ik hetzelfde gedaan. En hoe is het gebeurd dat je hier kwam? Ze gingen de horeca weer uitbesteden. Dus er kwam weer een cateraar in het stadion. En toen mocht ik overstappen, maar ik wilde heel graag bij een voetbalclub blijven werken. En toen mocht ik hier aan de slag. Oh, wat je komt? Waar kom je dan officieel vandaan? Ik kom uit de Achterhoek, uit Doetinchem. Was vroeger fan van de Graafschap. En ik woon nu in Rhenen, dus in de provincie Utrecht. Ja. Oké. Okay. Maar als je nou naar beneden hebt, zullen we even een klein stuk, heb je nog veel tijd of ja, nog ja. Nood? Ik ga met je mee. Ja, dat doe ik, ja. Prachtig. Ja. Ben je dan trots op Roland? Heel.
Ik vind dat hij het heel goed doet. En nu we het zelf doen, de horeca hier, zie je dat onze supporters zich ook meer verbonden voelen met deze verkooppunten. Dat zie je ook aan wat ze hier allemaal aan spullen hebben aangeleverd, waarmee wij hier meer een voetbalsfeer kunnen creëren. En dat is mede omdat Roland hier altijd het scepter zwaait. Ja, daar ben ik heel trots op. Heb Roland jou ook ooit al de statie Utrecht laten zien? Nee. Oh, moet je eens een keer vragen dat hij jou een keer meeneemt? Ja. Gaat je ook de Domtoren? Ja, dat doe ik. Dat moet je één keer in je leven een keer gedaan hebben. Ja, zeker doen. Ja. Ik heb het twee keer al in mijn leven gedaan. Maar ik kan toch ook met jou gaan? Dat kan ook, ja. Nee, doe ik. Lijkt me een heel goed plan. Ik weet niet of wel eens een klein beetje. Zoiets? Zoiets? Denk je? Weet je erbij? Een? Hoe pak je erbij? Zo'n erbij? Je wist als ik zou weten dat het heel erg is. Nou, ik ga op dit moment met mijn vrouwelijke collega voor even van de catering. Ga ik dus een hamburger, de nieuwste hamburger, verse hamburger. Dus geen fabrieksformaat. Zoals Roland dat al op Facebook al had laten letten weten aan ons. Maar het wordt echt een hamburger van verse kwaliteit. Dus vanmorgen nog op het land. En nu achter de bar. Dag. Doe wat slaan. Maak op dan. Doe het lekker vuur toch? Aan jou de heer Nabel om te doen. Kijk eens. En een broodje hamburger. Nou, is een lekkere Rolandje. Je wasje, of nee, wasje. Ik bedoel je hamburger, broodje hamburger. Hij is lekker. Dus, goede keus. Hey, Ad, nou jij er toch bent, hè? Misschien is het een idee, want normaal heb ik heb een liedje met Rick Hoogland. Maar Rick is er niet. En ik had zo gedacht, ik heb een tekst meegenomen. En misschien dat wij hem samen kunnen zingen. Vind je het leuk als Ad ook even een liedje gaat zingen? We gaan met z'n allen naar de Galgenwaard. Rick en Danny feesten lekker mee. Ja? We gaan er met z'n allen al gewaaid. Rick en Annie feesten lekker mee. Vlaggen, toeters, resten, Utrecht, sjaal. Potsa, Utrecht, roepen allemaal. Utrecht, mijn clubje gaat Europa in. Barcelona, maak je borst maar nat. Duitsland, Spanje, Utrecht komt eraan. Het is mijn clubje dat Europa gaat verslaan. Gaan we! En van je euro, Utrecht komt eraan. En van je euro, Utrecht Modena. Want Utrecht is mijn club, we gaan weer voor de cup. Hallo Europa, FC Utrecht komt eraan.
Kijk, net op, hè, toch, ja? Ik zeg al... En 1, 2, 3, daar zijn de Utrechtse kijkers weer. Het rood en wit, dat zit ons in het bloed. Busje, auto, de hele caravan. Zingen met z'n allen, FC Utrecht komt eraan. Utrecht, mijn club, die gaat Europa in. Barcelona, maak je borst maar naast. Duitsland, Spanje.